fantastisch. Ja, ik heb er echt van genoten. Ja, toen we bezig waren, was ik even achter de coulissen en ik zag ook de rest spelen en ik voelde het publiek en ik dacht, oh, ik doe dit echt heel, heel graag. Dus het voelde heel goed, heel vertrouwd, heel, alsof we nooit waren weg geweest. Ik vind daar een hele oprechte, authentieke vrouw. En ze is heel eerlijk en ze durft heel frank in het leven te staan. En ik denk dat wij allemaal wel af en toe wat meer Tanja zouden moeten zijn. Ik denk dat er in iedereen van ons wel een Tanja zit, maar dat we die om een of andere stomme, culturele, sociaal bepaalde reden niet durven tonen. En dat is wel leuk en ik denk dat daarom de reactie van het publiek ook altijd zo positief is op Tanja. Omdat iedereen eigenlijk graag een beetje Tanja wil zijn. En ik mag die spelen. Heel tof. Het is nu een derde keer dat we het spelen, wat ook wil zeggen dat de rol ook tijd heeft om gewoon weer te rusten, in u te kruipen. En dat dat wel heel normaal is, denk ik. Dat heeft gerijpt en nu komt dat er nog gemakkelijker uit, waardoor dat je weer op andere details kunt beginnen letten of zo. De woorden kunnen nu beginnen echt zo te spelen met de woorden en wat je doet en je personage. Ik moet ook zeggen, vanavond dacht ik weer, oh, Tanja, wat zegt ze nu of wat doet ze nu? Weer zo een ander kantje dat ik van haar ontdek. Want dat is nu wel dat ik voel van, ik speel niet meer Tanja, maar Tanja neemt mij zo wat over. En dat is heel plezant. En daarna kun je niet meer? Nee, Tanja, dat is me al die facelift. Tuurlijk wel, tante Tanja! Maar hij heeft het fantastisch gedaan. Ja, echt waar. Echt waar. Dat was heel tof. Ik sta ook heel graag naast Ilse Lamonaco op het podium. Ook heel tof dat we binnenkort ook weer samen staan. Maar ik moet zeggen, die afwisseling is ook wel tof. Omdat je dan weer... iedereen legt een ander accent in zijn personage. En dat houdt u wel scherp. Dus ik vind dat heel tof. Voor mij mag dat wel zo... Ik hou er wel van als er onverwachte dingen gebeuren op het podium. Want dan... Ja, dan zijn ze echt aan het spelen. Het was heel tof om vanavond met Maya op het podium te staan. Ze doet dat heel goed.